Pieter Pens van Grote Post Wijnland goedkeur vanochtend saam om te gesels oor die voortslepende impact van die pandemie en ook die reisbeperkings op die wijnbedrijf. So, goeiemorgen Pieter en hartelijk welkom. Elsa, goeiemorgen. Ach, soos altijd groot voorrecht om mense dag op so'n hoornoot te begin, saam met groot plaas. Nou Pieter, wat is julle as wijnproducentse reaksie op president Ramaphosa se mees onlangse aankondiging dat geen verdere beperkings ingestel gaan word nie? Ons val sommer so met die deur in die huis. Elsa, ja, baie interessante toespraak van hom die afgelope naweek, of mees onlangse toespraak van hom. Ding wat goed was vir hom, en dit was al vir waterskyd oomblik gewees, is dat die president het gekom met oplossings in plaas van beperkings, en vir ons as wijnprodusent was dit baie positief. Uitgegaan en gesê, goed, ons het een paar gereedskapmiddels, of soos hy het genoem het tools, wat ons as land kan gebruik om hierdie pandemie te veg. En dit is gereedskap, ons reeds gehad het, maar het weer een boodskap uitgebring van, jy weet, draai jou masker, sociale afstand, vars lig, jy weet, en dan inentings. En hy het weer die daagboodskap thuis gebring. En dit was belangrijk gewees om te sê, goed, kom ons kyk na oplossings. Van in die verlede was daar baie vinnig net een beperking ingegooi, vooral in verband met alcohol. En dat was een type van kombers benadering van, goed, ons maak alles toe, en ons hoop dan, dit gaan natuurlijk die oplossing bied. En daar was vir my baie positief geweest, dat ons kon sê, goed, alles bly soos het is. En die belangrikheid hier, Elsa, lê dat ons weer eens as een wijnproducent en producente op een groot gereedheidsbasis is. Daar gaan my liggie, op gereedheidsbasis is van, dat ons reg is om mense te ontvang met die korrekte protokolle natuurlijk, en natuurlijk die hele proces daarby om mense veilig te hou. Ja, jy weet Pieter, soms het die mense dan nie regtig beheer nie, en moet die mense twee kwesties sommer terselfde tyd bespreek. Ek noem het sommer twee vlee met een klap, maar nie te min. Ons beweeg aan na die volgende vraag. Daar is echter een vierde golf wat dreig. Op wat er gereedheidsbasis is julle as wijnkelders voor die vierde golf? Ja, Elsa, ek moet vir jou sê, dit is natuurlijk, daar is verskeie baie probleme, kom ons noem het uitdagings eerder. Maar kom ons kyk na die gereedheidsbasis eerder. Die gereedheidsbasis is ons natuurlijk daar met alles protokolle wat dreig is, soos ek genoem het. Ek dink dit is belangrijk om te noem, jy weet, ons wijnkelders is een veilige omgewing, met die protokolle in plek, jy weet, daar is aanreinigers, daar is die, soos hulle noem in Engels, the screening of guests, daar is die afstand, die sociale afstand, weet, ons kyk temperatuur, en die lekker ding van die wijnplaas is, Elsa, jy was al daar, jy kon sien, daar is spasie, weet, daar is spasie, en vars lig, die president het dit genoem, ons moet kyk na vars lig, jy weet, daar moet ventilasie wees, vir ons is dit lieflik, jy sit buiten by die kelder, en daar is genoeg spasie vir amal, daar is, weet, sociale afstand, so dit is lekker om te kan sê, ons as een wijnplaas is gereed om saam te werk. Ek dink dis ook vir ons nog ons herinner meneer Rehaard, om te kan sê, dat ons 100% vir ons personeellede is ingeënt. En dit is een remunerating, dit is 100% van ons personeellede is ten volle ingeënt. En ons is op een gereedheidsbasis in die vlak ook. Natuurlijk die gezondheid en veiligheid van ons personeel bly top prioriteit. En so ook van ons gasten is om seker te maak, hulle bly veilig, terwyl hulle die beste moontlike ervaring kan kry. Want mense hanteer na ervarings, jy weet, ons is nou al hoe lang kan bere, meer wat amper 2 jaar in die pandemie, mense wil uitgaan, maar mense wil veilig voel. So ons as een wijnplaas moet natuurlijk op daar gereedheidsbasis wees om recht te wees vir hulle, om mense te kan ontvang. Nou, benevens die vierde golf, is daar ook die reisverbod met betrekking tot Suid-Afrika deur verskeie lande. Wat impak het dit op toerisme en vooral op julle as een wijnplaas? Sjoe, Elsa, dit is een harde knou, of hou, althans, jy weet, ek sê nou nog vir iemand, ons het natuurlijk een baie minder internationale gaste, dit is nou die feestseisoen, dit is nou, soos hulle in Engels noem,
peak season, excuse my Engels, by ons en daar is gewoonlik 'n baie groot toename internasionale gaste van die see afkom, mense van Europa, mense wat kom vir die somer, jy weet, dat mense wat nou nie 'n sneeu Kersfees wil hê nie, maar eerder 'n somer Kersfees. Soos Koos de Plessis dink ek gesê, 'n somer Kersfees wil hê. En hulle kom dan Suid-Afrika toe, hulle kom uit na die wynlande toe. Soos ons almal weet, ons het ongelooflike wynlande hier in Suid-Afrika. En jy kan die hele wynland toer althans met wynplase en so. En ons mis nou uit op dit, né? Daai mense kom nie meer, kan nie meer Suid-Afrika toe kom nie. Ons mense wie hulle vakansieplanne moes gekanselleer het. So in die breër ekonomiese prentjie is baie baie geld wat verlore gaan. En dan ook plaaslik is dit vir ons moeilik as 'n wynplaas want ons verloor uit op daardie kliënte. Byvoorbeeld, ek sê ook dat jy weet in die weeksta was daar groot fokus op internasionale besoekers wat plaas toe kom. Van ons plaaslike mense lê by die werk is en hulle op naweek kom, het ons baie erg staat gemaak op ons internasionale besoekers wat ons deur die week kom besoek en eweskielik is hulle in die daar nie. So benewens, jy weet, twee moeilike jare met die alkoholverbod is dit nog 'n groter uitdaging en definitief 'n groot probleem waarmee ons sukkel. En watter oplossings dink jy is daar om toerisme te bevorder, veral met die fokus op die internasionale markte? Ja, oplossings, Els, ek dink dis waarna mens moet kyk, nee. Om positief bly, ons moet kyk na dan met oplossings. Natuurlik die groot wens is natuurlik dat hierdie reis beperkings opgehef word en dat ons weer vrylik toeriste kan ontvang in 'n veilige hawe in Suid-Afrika. Dis natuurlik die groot vraag. Maar dan jy weet moet mens kyk na waarmee werk jy tans. Oomblik is dit jou plaaslike mark. So ons plaaslike mark het regtig vaak tot die prentjie gekom afgelope jaar met groter en beter ondersteuning in terme van Suid-Afrikaanse wyn en ondersteuning van wynplase. En ons fokus draai natuurlik weer plaaslik. So die oplossing sal wees ons moet meer plaaslike besoekers kry by ons op ons wynplase in deur Suid-Afrika en 'n groter, jy weet, amper sê ek, fokus op hulle dryf en dryf weer daarmee het met ekotourisme natuurlik of agritourisme althans om mense verder uit te kry, jy weet, dat ons die ekonomie kan groei, maar dat ons ook verder die toerisme kan groei en dat dit kan bevorder word. Ons sit met meer as 260.000 mense wat in die alkoholindustrie werk. Dit is ongelooflik baie, jy weet, dit is as jy kyk hoe groot Stellenbosch is, dit is groter as Stellenbosch almal se inwoners, jy weet. Dit het in konteks te plaas. So, dit is ongelooflik baie mense wat hierdie geraak word en mens moet dink aan die groter livelihood van daai mense ook en hoe kan mens dit maak werk? Nou, ons moet natuurlik weer gesels oor aanlyn verkope en hoe dit verander het. So, hoe lyk die aanlyn wynverkope markte op die oomblik? Ja, is altyd baie lekker om met jou te gesels oor aanlyn verkope. Ek weet jouself, jy koop nogals baie aanlyn van jou pet insurance en alles. Dit is ongelooflik hoe die dinge verander het oor die jare. Jy weet dat jy nou alles aanlyn kan doen. Ek dink ons het dit gesien onlangs met Swart Vrydag inkopies, nê. Die winkelsentrums was leer gewees en daar was minder drukgang van mense gewees en mense het meer aanlyn beweeg en dit is 'n goeie aanduiding van hoe ons die Suid-Afrikaanse mark althans daai opskuif gemaak het. Ons sit nou weer eens op 2 jaar in die pandemie. Voorheen het mense nie eens geweet wat is 'n aanlyn winkel nie. Jy weet, dit is baie mense gedink se winkel wat aan 'n lyn hang, maar dit is, jy weet, so dit is ongelooflik om te sien hoe daai verander het en mense nou met gemak aanlyn inkopies doen. En in die wynindustrie het ons daardie skuif verseker gesien. Jy weet, mense wat nou dat hulle voorkeur inkopie manier maak, mense wat nou sê, goed, weet jy wat, ek gaan al my inkopies nou online doen. Ons het baie besoekers wat byvoorbeeld kom en sê, ons wil voor die tyd ons wyn bestel en dit sommer by hulle kom optel. En dan spaar hulle dit vir hulle tyd om
in te komen en die bestelling te plaatsen en alles te betalen. Wanneer ik kan inkom, bijvoorbeeld ik heb een cliënt gehad en ik heb gezegd, goed, ik hou daarvan om online inkopies te doen bij je, want ik kan dit optel en ik kan voelskijk bij ons. Ons is een baie nice bird ID so, en hij kan zijn focus weer soon te schrijven. So, het is ook gelooflijk hoe die online verkopen van ander het, en ik zie er echt waar een blim toekomst van online verkopen. Internationale tendens is natuurlijk dat online verkopen ook daar groei. En die moontlikhede vir online verkope en online aktiwiteite groei elke dag naarmate tegnologie ontwikkel. So een baie interessante milieu om in te wees. En natuurlijk, jy weet, daar is soveel goeie aanbiedinge ook online. So mense kan kies en keer, jy weet, vanuit hulle bed of op hulle rusbank, waar ook hulle is. Hmm. Wel Pieter, dan moet ik ook uitvind, ek meen, want dit is nou nogal iets waar we allemaal wonder. Een mens hoor dat die mensen maar oor die algemeen so'n bietjie onzeker is. Sommige mensen het hulle vakantieplanne gekanselleer enzovoorts. Maar wat is julle, het julle misschien beleef julle een type bekommernis na aanleiding van wat moontlik nog kan gebeur met betrekking tot die feesseisoen en moontlike verdere beperkings? Also, dit is een baie moeilike vraag om te antwoord. Natuurlijk weet ons niet wat die president gaan sê, sou hy sondag praat nie, daar besluite word nog nie geneem nie, maar die hoop is natuurlijk dat daar nie verder beperkings ingestel word nie, en dat ons op die stand van sake waar ons nou is, op vlak 1, sonder verdere beperkings, soos hy sondag aangekondig het, dat ons op die kant bly. Ek dink dit is belangrijk om weer net te herhaal dat ons als een wynindustrie nog altijd, maar nou meer als altijd, bereid is om samen te werken, ons bereid om te helpen waar ons kan. En so ook, nie net in term van protocolen, van gezondheid, en dit is natuurlijk hoofprioriteit ook, maar ook die promovering van verantwoordelijke geniet van wijn. Je weet, ons als een wijnindustrie voldoen aan ongelooflijk baie maatregels in termen van veiligheid, in termen van advertenties, wat veilige wijn, well, I call it enjoy wine responsibly, en dan voldoen ons, en ons wil ook niet weer beroep doen op ons cliënt, die weet, draai jou masker, saniteer, hou jou afstand, en dan ook geniet wijn verantwoordelijk, want as ons verantwoordelijk optree, dan is dit, en jy weet, ons doen ons kan, dan help ons om hierdie virus, dat dit nie kan versprei nie, en ons allemaal bly veilig. So weer eens, daar is, het is moeilik om te sê precies wat gaan gebeur in die volgende paar weke, precies wat die president gaan aankondig, maar mens kyk maar en kyk wat dit doen, weer eens, as ek sê, die hoop is natuurlijk daar, laat dit nie gaan plaasvind. En had ek ook my vroeë berig, tydens my nuusbulletin, ek het verwys na Windprou, en die wisselende weerpatrone wat Weskaapse wijndruifboere bekommerd maak, dat die blomtydperk geraak kan word, al was het tot dusver een goeie seisoen. Het jy dalk iets om by te voeg, na aanleiding van die berig? Ja, Elsa. Kijk, natuurlijk is dit nou, ons begin hier so, ons hier op produkmoes begin hier so, so januari, middel januari begin ons paars, vooral met ons MCC drijven. Ons sien baie uit na die nieuwe oes. Natuurlijk warm weer is nou van kardinale belang, want dit is natuurlijk die rypwoordproces en dit maak natuurlijk dat die bloeisels blom en wat oogens het na drijwe toe. So ons hoop natuurlijk vir goeie lieflike somerskersies dat natuurlijk die rypwoordproces gaan verspoedig en dat ons natuurlijk so hier middel januari kan begin. Ons is meer in die kuslijn, baie naby die kus, as ons op ons, weet op ons kopje staan, so 7 km van die see af. So, ons is een koeler klimaat, so beteken ons oes een klein bykie later, maar ek was na die dag ook saam met ons wijnmaker, en het ek nou nie geweet wat noem mense wat wijn maak nie, maar ons wijnmaker in die wingerd gewees, en jy weet, het lyk positief, ons het rond gaan stap, en het lyk regtig vaak belovend, en weet jy wat Elsa, dit is my altyd so mooi, ten spuite van die dinge wat in die wereld aangaan, ten spuite van COVID, ten spuite van inentings en ding wat ons saam gaan, gaan natuur aan. En dit is nogal so ongelooflik mooi ding om te sien dat hoe
die wingerd gaan aan, en elke jaar is daar een nieuwe oes, ten spijte van wat in die wereld aangaan, en die chaos wat daar buiten aan gaan, gaan dinge aan, en vir ons as 'n landbouproducent is dit natuurlijk ongelooflik speciaal om daar te sien gebeur. Oh, het wil vir my voorkom asof die onzekerheid in hierdie stadium maar net die enigste vlieg in die salf is. Maar Pieter, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit en geniet die feesseisoen. Hou matigheid voor oë. Baie dankie, maat. Tot de volgende keer. Mooi loop. En het was dan Pieter Pens van Grootepost.